Het ministerie van Openbare Werken hield vandaag de tweede Nationale Klimaat Outlook Forum NCOF. Het belangrijkste doel van de bijeenkomst is om de kloof te overbruggen tussen de klimaatwetenschappers, de meteorologische dienst als dienstverlener van klimaatgegevens en de praktische behoeften van de gebruikers. Daarnaast is het belangrijk dat er een platform komt ter bevordering van nationale dialogen over het klimaat en informatie daarover. De activiteit vond plaats in Courtyard by Marriott. Volgens Sukarni Salons-Mitro, waarnemend hoofd van de Meteorologische Dienst Suriname, moeten vandaag aan de dag alle lagen van de samenleving, dus ook ondernemingen, rekening houden met het klimaat. Zo groot is de impact van dit fenomeen geworden, geeft zij aan. Die zullen dan eigenlijk, zonder dat ze dan, of ze willen of niet, ze worden beïnvloed door het klimaatgebeuren. En er zijn 5 sectoren die de aandacht eigenlijk krijgen hieromtrend. Dat is dan de landbouw, rampenbeheersing, water, gezondheid en energie. Deze sectoren zijn op de een of andere manier toch klimaatgevoelig. Wanneer er een gebeurtenis plaatsvindt, dan worden ze eigenlijk, voelen ze dan de gevolgen ervan. Ik geef gewoon een voorbeeld. Binnen de landbouw, de landbouwer, wanneer hij een aanplant heeft en plotseling komt er een verandering in het weer, dat is dan voor dat moment, dan weet hij niet wat hij dan kan doen. Hij wordt eigenlijk verrast. Maar ben je dan op de hoogte van de klimaatinformatie vooraf, dan kan je dan in zekere mate maatregelen treffen. En dat is dan eigenlijk klimaatservices. Daar worden eigenlijk informatie of voorspellingen gedaan over een langere termijn van 3 tot 6 maanden. Minister Siegfried Wolf van Openbare Werken zegt dat de klimaatverandering onze manier van leven drastisch heeft veranderd. Daarom is het noodzakelijk dat wij vroegtijdig inspelen op de nodige gevaren die klimaatverandering met zich meebrengt, geeft de bewindsman aan. As we all are aware, the coastal zone of Suriname is very vulnerable to these effects. Having this in mind, the president of Suriname stated in his recent annual speech on the 30th of September that we have to put our efforts in protecting us against the effects of climate change. Actually, we have the Hurricane Matthew, which is now reaching in the Caribbean and bringing that damage. The fact is that we cannot fight against Mother Nature, but we can at least be somehow prepared for what is coming towards us. At this exactly where we need the need, where the need for climate information is of extremely importance. Considering this, the Ministry of Public Works is hosting this forum in order to give all stakeholders within the climate sector a platform to establish regular contact with each other to exchange the needed climate information. Aldus minister Siegfried Wolf van Openbare Werken. Het ministerie hield vandaag de tweede Nationale Klimaat Outlook Forum.